En daarachter, weet je nog, toen wij jong waren, dat we daar gingen roeien. Mm. Abel, dat is nu terug helemaal aangelegd. Dat is helemaal weer origineel. Dat is wel een beetje gevallen, dan is het al. Ja. De parken Hengelhoef en Kelchterhoef zijn helemaal opgefrist. Ontdek er de prachtige natuur, wandel door de historische kastanjedreef of stap er dwars door de vijver. Het is eigenlijk een beetje het sluitstuk van een actie die kadert in het ruime kader van de weiers eigenlijk. Er zijn verschillende facetten aan verbonden. Eerst en vooral hebben we een nieuwe ecologische speeltuin tot stand gebracht. Verder hebben we een aantal educatieve leerpaden ontwikkeld, dus her en der in het domein. Zoals u kan zien achter mij hebben we hier ook een mooie picknickvlonder geïnstalleerd, waar dus eigenlijk de gezinnen in de zomer of als het mooie weer is, in alle rust en in het groen kunnen komen picknicken. En gepicknickt wordt er, in een prachtig decor en een zomerse sfeer. Het opgefriste domein van Kelchterhoef vind je ook terug in de nieuwe toeristische brochure. De nieuwe toeristische brochure die sinds april uit is, is eigenlijk op shock in Houthalen Helchter. Waar dat eigenlijk nog wel een aantal nieuwe facetten aan bod komen. Ik denk dan vooral ook aan het NAC, ons nieuwe administratief centrum. Voor de rest stellen we daar eigenlijk een aantal nieuwe gebeurtenissen voor. Zoals daar zijn dus educatieve leerpaden, nieuwe wandelpaden die kaderen in het concept van het land van bier, melk en honing. Kortom, we willen ons eigenlijk als groene gemeente profileren, als echte toeristische gemeente profileren.